Goedemiddag, mijn naam is Arjan Persman en ik wil u heel graag welkom heten bij deze bijeenkomst die gewijd zal zijn aan Pauline Vijverberg en haar nieuwste roman De Achtste Zonnebloem. De bijeenkomst bestaat uit een aantal onderdelen. In de eerste plaats krijgt u een trailer te zien die verzorgd wordt door Pauline zelf en die laat het een en ander over het boek zien. Daarnaast zal ze iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het boek en de achtergronden. En dan volgt een gesprek dat ik met haar zal hebben over een aantal interessante aspecten van het boek. Tijdens deze activiteiten, dus die drie dingen die genoemd zijn, kunt u via de chatroom vragen stellen. U kunt u intikken zoals u dat gewend bent. En na afloop van het interview zullen deze vragen dan nog beantwoord worden. Ik wens u veel plezier bij deze bijeenkomst. Mijn moeder was vlak bij de zee geboren. Ze had nog het zout in haar ogen toen ze op haar 16e de lange zeereis naar het warme, droge zuiden maakte. Haar eigen zee, de koude Noordzee, waar haar vader als schipper voer voor haar even voor een korte groet en een natte kus weer thuis kwam, bleef onafgebroken aan haar trekken, zoals de naald van een kompas altijd naar het noorden blijft wijzen. Iedereen heeft geheimen, zeker in een oorlogssituatie. In een oorlog maken mensen dingen mee waaraan ze niet herinnerd willen worden. Een makker die wel een kogel krijgt of gewond raakt. Een persoonlijke verschrikking die alleen in nachtmerries bovenkomt. Geheimen. Het zijn vaak de geheimen die ons definiëren. Ik heb ze zelf ook. Dingen die mijn vader niet van mij weet. Geheimen. Hij is zijn woorden vergeten en ik probeer aan te voelen wat hij zou willen zeggen als hij spreken kon. Zijn blik is als een spiegelende ruit, waardoor ik niet naar binnen kan kijken. De woorden liggen in zijn hoofd verstrooid als stukjes gebroken glas op een tegelvloer. Hij weet niet welk stukje hij pakken moet om te zeggen wat hij wil zeggen. Ik zou willen weten hoe we elkaar zouden kunnen bereiken. Hij hoort mij, hij begrijpt mij ook. Herinnert hij zich alles? Wat zou hij me willen vertellen? Waar het schilderij met de zonnebloemen is? Ze keek naar het schilderij. Een explosie van licht. Drie kleuren geel. Met op de achtergrond Pruisisch blauw. Ze herinnerde zich alles. De lijnoliegeur van vers gemengde verf. Het geluid van de kwastharen over het canvas. Schurend bij weinig verf. Lispelend bij meer. Haar moeder. De muziek. De half verduisterde ramen. Flarde krekelgezang. De pure kracht van dit schilderij. Voor haar had het troost en inspiratie geboden. Mijn vader zei dat ik geboren was met een glimlach op mijn gezicht. En dat ik beter dan anderen kon zien wat er in iemands hart leefde. De ware betekenis van woorden begreep ik van jongs af aan, omdat kleuren en muziek de woorden begeleiden. Mijn vader verhief nooit zijn stem. Zijn stem klonk als een muziekinstrument. Zijn stem beschermde me en troostte me. Pauline, het woord is aan jou. Hey, hallo allemaal. Heel veel dank voor de uitnodiging. Het is geweldig om hier online te mogen zijn. En anders dan de vorige keren bij mijn andere presentaties is gewoon iedereen hierbij aanwezig. Heel unieke gelegenheid. Welkom dus vanuit een heel zonnig en warm Johannesburg.
Ik ga jullie wat vertellen over het verhaal, over hoe het allemaal begonnen is, over de karakters, een beetje over mijn onderzoek en over het schrijfproces. Het begon eigenlijk 2 jaar geleden, toen ik voor Onder de Vlinderboom in Nederland was. Ik was na mijn vorige roman echt toe aan een zonnig, licht verhaal. En ik liep met een vriendin in Boijmans en zag daar het schilderij hangen van het kimono-meisje van Breitner, Geesje Kwak. En ik las dat zij in 1895 naar de Transvaal vertrokken was. Ook ongeveer in diezelfde tijd kwam ik een foto tegen van de jongste broer van Vincent van Gogh, waarvan ook bleek dat hij naar Zuid-Afrika was geëmigreerd. En het is eigenlijk zo grappig, zoals dingen in je schoot geworpen worden op het moment dat je eraan toe bent, om het te ontvangen. Want daarna volgden er allerlei aanwijzingen en kleine toevalligheden die bevestigden dat ik op het goede pad was. Bijvoorbeeld toen ik na de presentatie van Onder de Vlinderboom terug naar huis vloog, werden er 2 films in het vliegtuig vertoond. 1 was de Van Gogh film en de andere film was over de eerste vrouwelijke dirigent van Antonia Brico. En Antonia Brico is het nichtje van Geesje Kwak. Dus deze 2 aanwijzingen dacht ik al dat ik op het goede pad zat. Oh, je hoort hier op de achtergrond de vrolijke vogeltjes. Andere dingen kwamen voor. Een van mijn dochters ging in Amsterdam wonen op de Govert Flinkstraat. En dat is de straat waar Geesje woonde. En ook bij de Van Gogh-familie waren er eigenlijk heel veel verbanden. Bijvoorbeeld de oom van Cor en Vincent, die ook Cor heette, die had in zijn kunsthandel het schilderij van Geesje, van het kimono-meisje, hangen om te verkopen. En Vincent van Gogh en Breitner waren heel goed met elkaar bevriend. En kortom, voor mij was het een schat aan informatie. Het waren zulke interessante families. Dus ik wilde toen het verhaal schrijven over deze 2 personen, Geesje en Cor. En ik was gefascineerd over de vraag waarom vertrekken ze, hoe verging het hen, wat waren hun verwachtingen. En omdat ze beide met kunst te maken hadden, was het idee geboren om ook kunst en muziek in mijn verhaal te verwerken. Ik las een boek over muziek en Vincent van Gogh en hij had het over schilderijen als een muzikale compositie. En hij zei dat hij voor elke kleur een klank had. Dat wilde ik gebruiken. Maar het werd toch allemaal anders. Want er was namelijk ook heel veel dat ik niet kon vinden over deze 2 figuren. Van Geesje Kwak is 1 foto in Zuid-Afrika genomen met haar zusje. En daar houdt het spoor op. En ook over Cor van Gogh is niet zo ontzettend veel bekend. Er is een heel goed boek van Chris Schoeman over hem verschenen. En daar staat ongeveer alles in met verwijzingen naar brieven. Maar langzaamaan poorden 2 andere karakters mij een beetje in de zij. En zeiden, vertel dan liever mijn verhaal. Dat was Jacobus Zuurstra en Niesje Kwak. En ik zal nu een klein beetje ingaan op de karakters van mijn boek. Van wat wist ik dan wel? In ieder geval over Geesje is bekend dat zij uit een Zaans schippersgezin kwam. En dat zij naar de Dapperbuurt in de Pijp verhuisde. Op haar 16e kwam Breitner haar op straat tegen. En hij vroeg haar om voor hem model te worden. En betaalde daar heel royaal voor. En hij heeft van haar 7 schilderijen geschilderd. Maar er zijn er in totaal 13. Want hij ging door met de kimono-meisjes van een foto die hij genomen had toen Geesje al vertrokken was. Cor van Gogh die was geboren 14 jaar na zijn oudere broer Vincent.
En Vincent was al uit huis en hij had niet zo heel veel contact met zijn oudere broer. Behalve als hij met vakantie terugkwam, dan deden ze speurtochten samen en ze tekenden samen. En Vincent was in zijn brieven heel erg, wilde heel benadrukken dat zijn jongere broer ook de kunsthandel in moest. Maar Cor had eigen plannen. Die had van een familievriend, was hij meer de ingenieurskant op gegaan en toen is hij inkom vertrokken. En daar kriebelde het hem ook en toen is hij uiteindelijk ook naar Zuid-Afrika gegaan. En in mijn boek pik ik de draad op het moment dat deze twee aankomen in de Transvaal. Het was een ontzettend spannende tijd waar heel veel Nederlanders door Kruger waren uitgenodigd en allemaal zich een nieuw leven probeerden op te bouwen. Maar zoals ik zei, gedurende mijn onderzoek bleek al snel dat twee andere karakters langzaam in het voetlicht traden en de aandacht opeisten. Eén is Jacobus Zwierstra. Hij was een afgestudeerde entomoloog. Hij had in Amsterdam gestudeerd en ging werken als assistent in het Oude Transvaal Museum. En later zou hij met het zusje van Geesje trouwen, Niesje Kwak. Maar wat was er nou op dat moment aan de hand? Niemand vermoedde dat er zo'n afschuwelijke, verschrikkelijke oorlog boven hun hoofd hing. In 1899 brak de boerenoorlog uit en alles veranderde. De Nederlanders konden kiezen om terug te gaan naar Europa of om mee te vechten en een beslissing te nemen. En zo is het Hollanderkorps ontstaan. En Jacobus Vierstra sloot zich aan bij het Hollanderkorps, ging ten strijde en verloor meteen 10 dagen in de oorlog al de grootste slag, de slag bij Elandslaagte, waar ontzettend veel gewonden zijn gevallen en krijgsgevangenen zijn gemaakt. Tot zijn geluk is hij teruggeroepen naar Pretoria om in het museum alles veilig te stellen. Daar is hij uiteindelijk een jaar later met Niesje getrouwd en werd er een dochter geboren. En Cor die heeft ook in de oorlog, maar pas later meegedaan, want die was nodig bij de centrale werkplaats in Pretoria. Hij werkte voor de NZASM, de treinen. Hij moest de locomotieven repareren en uiteindelijk, pas later in de oorlog, heeft hij ook meegedaan. Kijk, of ze elkaar ontmoet hebben, dat is altijd maar gissen. Dat is, dat is mijn eigen interpretatie geweest. Dat brengt me op het onderzoek wat ik heb gedaan. Ik ben de eerste maanden van het onderzoek naar het Natuurhistorisch Museum gegaan. Dat was dus het oude Transvaal Museum. Daar hangen nog de portretten van meneer Zwierstra. En ik heb een tijd meegelopen met de opvolger van Zwierstra. En alles over vlinders en motten ben ik te weten gekomen. Over de kleinste details. Deze entomoloog, meneer Kruger, die had me helemaal ingewijd in zijn vak. En in het archief in het museum vond ik een aantal zakelijke brieven over uitwisseling van vliegerverzamelingen. En ik zag het handschrift van meneer Zwierstra. Dus dat verhaal begon op die manier te leven. Ook heb ik in de voetsporen gelopen van deze karakters. Ik ben in Pretoria en in Johannesburg op de plekken geweest waarvan ik denk dat zij ook gelopen hebben. Ik heb ontzettend veel hulp gehad van verschillende specialisten van het Rijksmuseum en van het Van Gogh Museum en professoren hier in Amsterdam en in Johannesburg om elke keer op mijn allemaal kleine vragen antwoord te geven. En al het onderzoek heb ik een heel groot document opgeschreven en toen heb ik het laten bezinken. Want onderzoek stimuleert verbeelding. En onderzoek stimuleert verbeelding. En bij
het schrijven, bij het proces van het schrijven, ben ik eerst van alles gaan schrappen. Tot er alleen maar de essentie overbleef. En net als een zwart-wit film, ben ik dat later gaan inkleuren. En op dat moment, wacht even hoor, mijn dingetje. Was ik een boek aan het lezen over Vincent en muziek, waar ik al eerder over sprak. En kwam ik tegen hoe Vincent over zijn schilderen nadacht. En ik kwam het neurologisch verschijnsel synesthesie tegen. En dat is een verschijnsel waarbij mensen die dat hebben, daar lopen de zintuigen van door elkaar. Dus ze kunnen geluiden zien en kleuren proeven. En er is een hele lijst op Wikipedia, want er zijn heel veel kunstenaars die dit gehad hebben. Bijvoorbeeld de componist Liszt, die zei tegen zijn orkest een klein beetje meer blauw graag. En ook de kunstenaars Hockney en Kandinsky. En zelfs van Vincent van Gogh vermoeden ze dus dat hij dit had. Kijk, met al dat onderzoek kies je wat belangrijk is. Het is eigenlijk zoals in het leven je de baas is. Is voor een auteur, ben jij de baas over de fictie die je schrijft. Je kan zelf bepalen wat je wel en wat je niet gebruikt. En dat is een interessant proces. Nou ben ik nog eventjes, wilde ik vertellen over het inkleuren van het verhaal. In mijn laatste fase had ik het geluk om bij het schrijvershuis van Roland Holst in Bergen te mogen zijn. En daar heb ik natuurlijk eindeloos op de gedachten en dromen van de mensen voor mij kunnen mediteren. Het was een prachtige tuin met allemaal vlindertjes. Ik kon iedere dag naar de zeef fietsen. En het was een ontzettend inspirerende tijd. Die mij ook heel erg geïnspireerd hebben. En je zult het op de trailer zien. Dat zijn mijn oma's. Mijn oma's keken eigenlijk over mijn schouder mee en zeiden daar nog een beetje zo en daar nog een beetje zo. Want de jongste dochter van Jacobus en Miesje, haar naam is Aafke, die is volledig uit mijn verbeelding ontstaan. Maar omdat ik heel weinig over haar te weten was gekomen. Maar ze deed mij denken aan mijn oma's, want die waren alle twee ongeveer in diezelfde tijd geboren. Heel belangrijk in het hele proces. En eigenlijk mijn grootste dilemma is dat ik schrijf over mensen die echt geleefd hebben. En dat ik ze met respect wil behandelen. En dat ik wil dat ze, als ze het zelf zouden teruglezen, zeggen, zo is het gebeurd. Zo is het gebeurd. Ik let ook heel erg op authenticiteit. Dus er mogen geen auto's rijden als het de tijd van de ossenwagens was. Mijn bedoeling is om empathie te creëren. Dat de lezer begrijpt waarom mensen zo op het verhaal reageren. Maar ik heb dus de personages karaktereigenschappen gegeven. Waarmee ze tot leven zijn gekomen. Die natuurlijk allemaal uit mijn eigen ideeën zijn ontstaan. Dus hoe iemand liep, hoe hij zijn theekopje vasthield, wat hij lekker vond. Die eigenschappen heb ik ze allemaal geschonken. En ik hoop dat ik ze daar dus een eer mee heb aangedaan. Nou, en dan tenslotte wou ik nog even één ding ter afsluiting vertellen. Dat ik hoop dat jullie veel plezier hebben met het boek, als je het al gelezen hebt. De trailer zal
een lokker moeten zijn om het te lezen als je het nog niet gelezen hebt. Dus dan heb ik hier nog een aantal voorwerpen liggen. Die niet alleen foto's en kookboeken en eindeloos veel geschiedenisboeken hebben mij geïnspireerd. Maar ook de voorwerpen om me heen. Zoals een vergroot glas. Of het rode boekje. Hier is een horloge met ketting. Al deze voorwerpen wijzen voor zichzelf als je het hebt gelezen. En deze. En deze. Dankjewel. Graag het woord aan meneer Krijgsman. We kunnen misschien een gesprek hierover verder beginnen. Ja, prima. Dankjewel voor je intrigerende verhaal. Ik heb het boek gelezen natuurlijk en ik heb het met heel veel plezier gelezen. Ik vond het ontspannend, vond het mooi. En zoals het altijd is bij goede boeken, als je gelezen hebt, dan is het niet klaar, maar dan blijven er altijd vragen over. Dan wil je eigenlijk weten, ja, hoe zit dit in elkaar en waarom dat zo beschreven. En ja, welke betere gelegenheid kan je krijgen dan een gesprek met de schrijfster zelf om die dingen die je nog afvraagt, om daar wat meer informatie over te krijgen. En in de eerste plaats wilde ik graag nog even ingaan op die mengvorm van fictie en non-fictie, waar je het zelf al over had. Is dat een vorm die je vaker gebruikt hebt, ook in andere romans? En is dat een vorm waar je mee thuis voelt? Wat brengt die voor je? Wat levert die op? Ik hou zelf eigenlijk het meest van historische romans. Ik hou het meest van het idee dat een lezer op een feestje komt. Niet zo'n feestje waar je pijn van in de kaken krijgt, maar een feestje waar iemand een fascinerend verhaal heeft, met geuren en kleuren ingevuld. Ik ben ook altijd geïntrigeerd door de puzzelstukjes die ontbreken in de geschiedenis en in de levens van mensen. En ik lees zelf ook graag historische romans, omdat het me verrijkt en ik vaak dingen leer die ik eerder niet wist, maar die op een verhalende manier worden verteld. Niet zoals soms een geschiedenisles kan zijn, met zware gedachten en analyses en lessen die geleerd moeten worden, maar dat het je toekomt op een manier die ook ontspanning geeft. En ik ben ook altijd gefascineerd geweest door het residu dat het verleden achterlaat. En ik weet dat de eigenschappen van mensen, zoals jaloezie of hartstocht of genegenheid, dat dat eigenlijk door de eeuwen heen onveranderd is. En ik voel me altijd aangetrokken tot boeken die dat menselijke verlangen uitspreken. Dus in het hele begin, toen ik hier in Zuid-Afrika 20 jaar geleden kwam te wonen, heb ik The Covenant gelezen van James Mitchell. Hè? En dat heeft me heel veel over de geschiedenis van Zuid-Afrika verteld. Mm-hmm. Dan zijn er schrijvers zoals Isabella Allende en Toni Morrison, Anna Enquist natuurlijk, Arthur Japin, die allemaal mijn voorbeelden zijn. Wat zij vaak gebruiken is een klein sausje van magie. En daarom zijn dat mijn lievelingsboeken. De magie die je dan ook vindt in de verbinding tussen de kleuren en de tonen en de woorden, hè, waar je het net over had. Ja, precies. Al die zintuigen. Het viel mij op. Ik heb natuurlijk, toen ik aan het lezen was, uitgebreid gegoogeld en op internet van alles en nog wat gezocht om wat meer informatie nog te krijgen over dat wat je schrijft. En dan zie ik dat Geesje en Liesje en Cor, die hebben allemaal een eigen naam gehouden, maar ik kwam er ook achter dat Aafke eigenlijk geen Aafke heet, hè, maar
jouw Kirgizina. Nou, je zei er al iets over, maar zou je daar nog even wat dieper op willen ingaan? Waarom zij dan niet haar eigen naam houdt en de andere wel? Ja, het is sowieso verwarrend, want meneer Zwierstra heet eigenlijk ook Cor. En ik heb hem nu zijn tweede naam Jacobus gegeven, omdat twee Cors zo verwarrend kunnen zijn. Dan heb je bijvoorbeeld de naam Anna. Anna was en een zusje van Vincent van Gogh. Anna was een zusje van Geesje en Miesje Kwak. En Anna was de ex-vrouw van Cor van Gogh. Dus ik heb alleen maar de ex-vrouw Anna laten heten. En de andere namen van die andere Anna's veranderd. Gewoon voor de leesbaarheid van het verhaal. Mm-hmm. En met Aafke, vind Aafke zo'n mooie naam. Ik wist eigenlijk niks van Jouwkje Gesine af. En ik wilde daar totaal de vrijheid in hebben om haar leven te verbeelden en in te kleuren. Dus het was niet eerlijk als ik dan iemand zijn naam zou gebruiken die wel echt geleefd heeft. Ik begrijp het. Ja. Speelt dit een heel boeiende context, die roman? Het is een hele hoge tijd in Zuid-Afrika. Veel geschiedenis komt aan de orde. Over de oorlog wordt geschreven. Over de apartheid, die je toen ook al had natuurlijk. Ik kom daar later nog op terug. Maar voor mij is het boek eigenlijk in de eerste plaats een hommage aan Aafke. Als een heel zelfstandige, kunstzinnige, een vrije vrouw. En zij is een monument voor mij geworden die het centrum van het verhaal vormt. Als ik dat zeg, geef ik haar dan te veel eer of heb ik dat... Dat is natuurlijk prachtig geformuleerd. Ik denk omdat zij de verteller is, kom je het meest over haar te weten. Ze is lang enig kind geweest. Ze had een hele sterke band met haar vader, die haar de belangstelling voor de natuur heeft meegegeven. En met haar moeder, die de belangstelling voor cultuur verzorgde. Maar zoals ik zei, inspireerden mijn beide grootmoeders mij. En zij waren ook krachtige, energieke, interessante vrouwen die soms in een tijd die voor vrouwen moeilijk was, wel zichzelf helemaal ontplooid hebben. Maar toch wil ik ook de andere personages de eer doen toekomen die ze moeten krijgen. Allereerst de twee zusjes. Moet je eens voorstellen hoe dapper het is voor deze jonge meisjes, want Geesje was 18 en haar zusje Niesje was 16 toen ze naar dit continent afreisden. Dit was in 1895. En dan hebben Cor van Gogh en Jacobus Zwierstra, die beide gevochten hebben in die oorlog als vrijwilligers. Daarmee wilde ik eigenlijk de rol van de Nederlanders in die tijd verder toelichten. Mensen die meevochten in het Hollanderkorps, de rol van de vrouwen die thuis bleven. Maar ik wilde er niet een oorlogsboek van maken. Dat was mijn vorige roman al. Dat ging over een tweeling in concentratiekampen. Het ging over hoe trauma naar volgende generaties overgeheveld kan worden. Het komt natuurlijk wel ter sprake in mijn boek. En ik wilde ook een aanzet geven om een beetje naar de wortels van apartheid te kijken. Vandaar dat ik die rellen in Port Elizabeth rond de vakbondleider Masabalala heb beschreven. Maar ik wilde ook niet een politiek boek ervan maken. Nee. En je moet kiezen, er is zoveel te vertellen. En Zuid-Afrika heeft zo'n ontzettend interessante geschiedenis. Maar ik zou een zondag boek maken. Vandaar. In ieder geval een kaleidoscopisch boek, waar allerlei facetten in het licht schitteren en het tot een heel mooi geheel maken. Ja. Mag ik nog even ingaan op het huwelijk van Niels, Niesje en Jacobus? Zij houden van elkaar. Dat is ook een gelukkig huwelijk, zou je kunnen zeggen, maar toch brengt er heel veel. Hè? En een vriend bijvoorbeeld veel door het trauma dat Jacobus oploopt in de oorlog. Maar wat er ook opviel, is dat hij vaak het gevoel heeft van, ik weet zo weinig van haar af. En zij vertelt zo weinig over haar achtergrond. En zou je daar
op in kunnen gaan? Zou je die terughoudendheid kunnen verklaren? Zou je daar iets over willen zeggen? Want dat bleef echt een beetje een raadsel voor mij. Graag. Goed dat je dit dan vraagt. Ik stel me zo voor, maar denk eraan, dat is dus mijn eigen interpretatie, dat het nieuwe leven voor zo'n jonge vrouw als Nisha was in Zuid-Afrika haar ontzettend overweldigd heeft. Niet alleen een nieuw continent en een nieuwe cultuur, maar ook een nieuw milieu. Het was een land vol uitdagingen. En toen ontmoetten ze deze academicus. Ze kwamen beide uit Amsterdam, maar alle twee van een hele andere achtergrond. En ik kan me ook voorstellen dat Nisha soms onder de indruk was van de kennis van deze Zwierstra. En dat zij zich misschien schaamde voor haar eigen achtergrond, omdat ze bang was dat ze niet begrepen zou worden. Mm-hmm. Ik denk ook dat een huwelijk uit die tijd niet helemaal te vergelijken is met een huwelijk nu. De rol van de vrouw was heel anders. Er bleven veel dingen geheim en spoken uit het verleden werden onderdrukt. Generaties lang werden dingen verzwegen. Dus dat heb ik allemaal een beetje geprobeerd in Nisha's karakter te leggen. Maar nogmaals, dat is mijn eigen invulling aan haar leven. En zij voelde zich misschien ook in haar belangstelling voor het kunstzinnige niet echt altijd goed begrepen door hem, hè? Ja. Precies, als je denkt dat hij zo ongelooflijk in de vlindertjes en motjes geïnteresseerd was en minder tijd had voor de muziek, het pianospel wat ze van Cor had geleerd, is daar misschien ook, kunnen daar misverstanden over zijn ontstaan. Dus ik denk dat dit wat ik geprobeerd heb, is een heel menselijk leven tussen hun, een heel natuurlijk leven tussen hun op te bouwen. Ook geplaatst in die tijd, in die context. Ja, begrijp je. Wat ook intrigerend is de breuk die op een gegeven moment tot stand komt tussen Afrika en haar vader. Dus zij zijn natuurlijk zeer. Twee verwante zielen, hè. Zij gaat mee op zoek naar vlinders en naar motjes. En dan na de dood van haar moeder is dat eigenlijk ook voorbij. Wat zijn nou de diepere oorzaken daarvan? Waar komt die breuk tot stand? Is dat zijn oorlogstrauma dat hij meemaakt? Is dat de dood van de moeder? Zitten daar ook nog? Ik vond het. Ja, die leeft mee en eigenlijk vind je het jammer, hè? Dan denk je van die twee, die zijn zo verwant en die horen zo bij elkaar. En dan breekt dat zo uit elkaar. Kan je daar nog iets meer over vertellen? Wat dan de diepere oorzaken daarvan zijn dat het op die brood komt? Nou, vooropgesteld, deze oorlog was zo afschuwelijk dat nog steeds de nekharen mij in de overeind staan. Ja, mijn haren staan in mijn nek overeind. Ik heb dagboeken gelezen uit die tijd. Onder andere van Cornelis Plokhooi met de Mauser. En hoe alle partijen zo onbegrijpelijk wreed zijn geweest tegen elkaar. De trauma's die mensen toen hebben opgelopen. Eén strijd geleverd. Hup, volgende dag weer naar de volgende strijd. Niks is verwerkt. En ook hoe de strijd gevoerd werd is anders dan voorheen. Maar er werd heel erg veel verzwegen. Net als na de Tweede Wereldoorlog. Was na de oorlog, na de Boerenoorlog, was het gewoon klaar met dit verhaal en mensen wilden verder gaan. Het werd weggestopt, maar die wond bleef natuurlijk etteren. En als je daar dan bovenop een baan verliest en je vrouw of iemand overlijdt of je hebt een ziekte of noem maar op, dan maakt het allemaal nog veel erger. Dat onverwerkt trauma, dat suddert door. En ik wou
ook hoe teleurstellend dat ook is, de spanning erin houdt in deze relatie tussen de vader en de dochter. Want ik denk dat dat ook uit het leven is gegrepen. Mensen veranderen. Vooral voor als voor een introvert iemand iets onverwerkt is, dan kan het alles te veel worden. En dat kan hij dan misschien afreageren op zijn veel eisende dochter. Dus dat verdriet heeft er zeker mee te maken. Ja. Heel erg, dankjewel. Ik kom nog even terug op wat je net al noemde. De onderdrukking van de zwarte bevolking. Je geeft daar veel aandacht aan. Dus de ellendige woonomstandigheden, de uitbuiting in de mijnen. De protesten en het neerslaan en daarvan. Daar wordt een persoonlijk engagement duidelijk. Dat je graag in deze roman ook wilde verwerken. Ja. Ik heb een verhaal willen schrijven waarbij ik zoveel mogelijk alle kanten belicht. Malini, de hulp in de huishouding, speelt een belangrijke rol voor Aafke. Het is eigenlijk als een tweede moeder, zoals toen vaak voorkwam en eigenlijk nu hier nog steeds. Maar wat er allemaal in haar eigen leven gaande was, Dat wisten de mensen voor wie ze werkte niet altijd. Dus die kant heb ik willen laten belichten. Of heb ik geprobeerd een beetje uit te werken. En dan hebben we natuurlijk al die historische gebeurtenissen. De Chinese mijnwerkers die rellen vanwege de minimumlonen. Ik wilde een verhaal maken dat helemaal rond is. Want deze afschuwelijke, ook daarna in Port Elizabeth, de rellen die er 100 jaar geleden nog maar zijn ontstaan, dat werkt generaties door en dat mocht gewoon niet ontbreken. Ja. En tegelijkertijd geeft die context ook meer profiel aan Aafke, denk ik, hè? Het geeft een meer profiel aan Aafke. Profiel, ja. En voor Aafke is Malini heel belangrijk geweest. En dat speelt door die hele roman heen ook een rol. Ja. Ik had het gevoel bij het lezen dat Nederland komt er niet zo positief van af. Hè? Dus Aafke is dan in de kostschool, dat is niet heel positief. Dan woont ze hier met een man waar het niet goed mee gaat. En dan laat je haar vriend, waarmee ze op het schip naar Zuid-Afrika terugvaart, het gedicht van Slauwerhof in Nederland citeren. Dat eigenlijk een heel negatief beeld van Nederland geeft. En dan vraag ik me af, wat deed ze eigenlijk? Wat deed ze hier eigenlijk al die tijd? Het is een land dat niet bij haar lijkt te passen. Een man lijkt niet bij haar te passen. Doet ze zichzelf eigenlijk een beetje tekort door in Nederland te blijven? En dat was zo lang. Hele goede vraag. Dat gedicht van Slauwerhof, nee, in Nederland wil ik niet leven. Dat vond ik zo toepasselijk voor deze twee jonge mensen. Die waren opgegroeid in een land zo ver van Europa vandaan. Maar die terug naar Nederland moesten voor hun opleiding. Want de geluiden en de kleuren en de geuren en het klimaat. Dat gaat in je bloed zitten, stel ik me zo voor. Maar ze waren jong toen het gedicht werd voorgedragen. En uiteindelijk neemt de praktische werkelijkheid het over, denk ik, van iemands verlangen. In die tijd om als alleenstaande vrouw, haar situatie thuis was veranderd. Ze had geen contact met haar vader. Haar moeder was overleden. Ze kon Malini niet meer vinden. Om dan als vrouw alleen een baan te vinden, moet heel moeilijk zijn geweest. Dus ze maakte gebruik van haar talenten
en rolde zo vanzelf in een leven waar ze uiteindelijk niet zo gelukkig was. En dan komt ook nog eens de Tweede Wereldoorlog eroverheen. Dus het was eigenlijk voor mij voor de verhaallijn het makkelijkste om haar pas naar Zuid-Afrika te laten terugkeren als ze voor haar zieke vader terug moet. Maar ik heb niet bewust Nederland er slecht van af willen laten komen. Die episode met haar vader, die biedt troost, die is troostvol. Ben je het daarmee eens? Ja, als je dat zegt, dan ben ik er dus in geslaagd om er een mooi boek van te maken. Het troostvolle zit misschien opnieuw in de kunst en de muziek. Ik weet van Vincent van Gogh dat hij probeerde met zijn schilderijen troost te bieden. Dankbaarheid uit te drukken, maar ook troost te bieden aan de zeelieden en aan de eenzamen. En hij zei, ik zou iets troostends willen zeggen met mijn schilderij. En hoop uitdrukken door een ster. Ik zou ook aan de lezer willen meegeven om niet te streng te zijn voor zichzelf. Dat dingen soms goed komen, ook al geeft iemand de hoop op. Dat er vaak troost komt uit onverwachte hoek. En als een deken om een schouder waarvan je niet wist dat je die nodig had. Maar ook vanuit de kunst, vanuit de zachte kant van het leven. Ja, per persoon in aanzicht, die dan in staat is om die troost te bieden. Dus ook gedurende die laatste dagen van het leven van haar vader. Ja. En dan de muziek. Ik hoop dat de lezers, als ze de muziekstukken niet kennen, denken, oh, ik ga dat even opzoeken en eventjes daarnaar luisteren. Want bijvoorbeeld dat Neptunus van Hals is een ontzettend mooi muziekfragment. Oké. Pauline, ik dank je wel. Het was een mooi gesprek. Ja. En ik heb begrepen dat er mensen zijn die ook vragen op de chat hebben gezet. En die vragen worden nu aan jou voorgelegd door Jamie. En als je daarop wil antwoorden, heel graag nog. Dank je wel. Dank je wel, meneer Kruisman, voor alle mooie vragen. Ja. Paulien, even van achter de schermen. We hebben een vraag van Lidie Vellema. Allereerst natuurlijk een compliment dat het een prachtig boek is, dat ze het heeft gelezen. En ze vroeg zich af hoe jouw schrijfproces verloopt. Ben je heel strikt elke dag aan het werk of hoe doe je dat? Een leuke vraag. Dankjewel. Heel gedisciplineerd. Dat is de enige manier waarop dit boek tot stand is gekomen. Maar voor mij is het hard op dromen, dus ik doe het met ontzettend veel plezier. Maar ik probeer wel iedere morgen achter mijn laptopje te zitten en het verhaal voor te trekken. Helemaal goed. Dankjewel. Dat is de enige vraag die we hebben gekregen. Wat leuk. Ontzettend veel dank voor deze mooie gelegenheid. En Jamie, aan jou voor het organiseren. Meneer Krijgsman, heel erg veel dank voor alle aardigheid. Arjan. Ja. Goed. En waar kunnen ze het boek kopen? Ah, dat is bij de boekhandels te verkrijgen. En we moeten altijd de boekhandels beter steunen dan de grote complexe. Maar ja, het is, je kunt het nu overal bestellen, zelfs ook in e-bookvorm. Klopt, en we hebben dat ook op de website vermeld staan met een handige link, dat ze het rechtstreeks kunnen bestellen. Dankjewel. En nog ook een speciaal dank aan mijn Eline voor de mooie trailer die ze gemaakt heeft. Ja, heel hartelijk bedankt. Het was een groot genoegen voor mij en ik hoop ook voor alle mensen die naar ons gekeken hebben. En het gaat je goed. Dankjewel. Veel liefs hier uit Johannesburg. Oké, ja. Dank ze dan. Ook, ja.